Wat mij wel toch wel weer echt goed verstaan is dat die mannen van BMC nu vol gaan meedrijven. Ik had eigenlijk, zou je er zeggen, laat de mannen van Vroom het werk proberen opknappen om dan zelf proberen Vroom een haak te zetten. Helemaal naar het einde toe, maar ze werken zo vrij. De krachten, ja, het zijn vrienden, zoals hij. Ze wonen samen in Monaco en ze gaan naast elke dag als ze thuis zijn trainen. Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Ja. Dus zij hebben natuurlijk samen in de ploeg gezeten de hele tijd, maar toch, ja, als tactisch zou ik zeggen, oké, dat ze toch eerst maar proberen die mannen op bord te eten en dan zelf beginnen aan te maar is dat niet zo? Nee, maar echt niet, hè. Waarom eet ik Quickstep zou moeten rijden voor een Froome? Als vooraan de etappe weg is. Omdat het bedreiging is van achteruit voor de kopposities van die man. Ze hebben er daar nog altijd twee. En ze zijn nog altijd speelbaar. Ook Alaphilippe kan eventueel nog wat ondernemen als daar nog wat op zit. Maar ik zou dan eerst Froome laten werken. Froome, zijn ploeg is sterk genoeg. Probeer hem op een of andere manier alleen te krijgen. Proberen. Maar we leggen de mensen nu al 10 jaar uit dat plaatsbehoud o zo belangrijk wordt. Eén keer in het midden van de Tour is het al zo. We zitten in de Dauphiné. Maar daar gaat dat ook zo? Ja, ik weet het. Ik vind het zo jammer. Niet dat ze Froome moeten met z'n allen naar huis rijden of zo, dat is niet. Maar de leider is toch degene die je moet proberen bestoken. Lijkt mij dan. Dan zou ik zoiets hebben van oké, jongens, kom Froome, doe maar. Van in de tijden van Armstrong en zelfs ook daarvoor is het nooit anders geweest. Die mannen van Sky zitten nu toch in hun handen te wrijven. En die van BMC ook. En die van AG2R ook. Ja, dat weet ik. Maar Froome is de man die normaal moet Froome zijn man aan de leiding laten rijden.